Oh, jullie zijn er ook al. We zijn nog steeds in Duitsland. Hoe zal deze dag eindigen? Hier een telefoonlijst met 4 telefoonnummers waarop je allemaal voicemail krijgt. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We gaan vandaag naar Duitsland fietsen samen met de beste navigator, corona-ontkenner, Lucas. Yes. Je hebt 13e keer in de vlog volgens mij. Geen idee. Heb je er zin in? Zeker. Ik moet alleen even de weg bekijken. Je hebt er meer zin in dan bij de boeken inleveren vlog? Ja, dat wel. Oké, okay, mooi. Nee, dat is goed. Ik kijk trouwens tegen de zon aan. Dus ik ben niet boos op jullie. Yes, Lucas in de vlog. Kan niet navigeren, toch? We moeten natuurlijk wel blijven fietsen, want anders gaat de gemiddelde snelheid achteruit. Ik vind dit toch leuker dan naar Amsterdam fietsen. Ja, geen idee. Dit is een leukere route. Yes, de volgende stop, dames en heren. Het is nog steeds dag 1 richting Duitsland met Lucas. Ik moet nog even een goede titel bedenken. Wacht, is dit Wohnpaket bij? Is dit Wohnpaket bij? Ja. Dit is Wohnpaket bij, jongens. Wohnpaket bij Harme Frodo in Duitsland. Goede titel. Want ik zou eigenlijk vandaag Wohnpaket bij uploaden, volgens mij. Maar ja. Hoe heet die straat? Kijk, jongens, hier zien we een kangoeroe in het wild. In het wild, net als een hond in het wild. Dit is zo cute. Yes, dames en heren, we zijn aangekomen in de buurt van Ede. Al bijna in de buurt van Duitsland dus, haha. Dus daarom zijn we hier nu langs de weg. Lucas is even aan het navigeren, een beetje het normale is wat hij altijd doet als we stilstaan. Daarom heb ik altijd extra veel vlogtijd, maar ik ben wel heel dankbaar dat Lucas vandaag navigeert. Dus ik ga daar ook echt geen grapjes over maken. Yo, knolpower. Yes, we hebben onze allereerste stop gehad, namelijk in Ede. En we zijn nu tussen Ede en Arnhem aan het fietsen. En dus zijn we op weg naar Arnhem, waar we over 50 minuutjes zou moeten zijn. Hoeveel kilometer is het nog? Nog 20 kilometer. Dat is best wel veel, 21 kilometer per uur fietsen met al deze bepakking. Dus ja, Lucas die heeft er wel vertrouwen in. Tuurlijk, wij redden het wel. Wie is jouw celebrity crush? Nina Waring. We zien jullie weer bij 95 Vragen Met. Yes, zoveelste stop of zo? Nee hoor, dat valt wel mee. De tweede. Ik heb een Capri Unsun. En ik heb stokbrood en snoep. En Lucas heeft... een Capri Unsun. Koek. En wafels. Yes, en ik heb nog dextro voorbij, dus zodat we allemaal niet doodgaan. Dat is wel handig, doodgaan is niet zo fijn. En verder zitten we hier nu ergens in de buurt van Renkum, Hilsum, Arnhem, Ede, Utrecht, Dordrecht, Oosterbeek. Dus dat komt wel goed. Ik weet niet wat ze hier doen. Nee. Yes, we zijn aangekomen in Arnhem. Lucas is even voor ons eten aan het bestellen, terwijl ik hier even bij de fietsen wacht. Want we willen natuurlijk niet dat hier iemand aan gaat rommelen of zo. Ook al zitten we straks daar, we zijn dichtbij genoeg, want je moet toch wel even verrotten om wat dingen los te krijgen. Net kwam er iemand op me af die even vroeg om mijn telefoon te lenen. Nou, daar hou ik bepaald niet van. Dus ik heb de hele tijd, terwijl die man aan het bellen was, iets van een minuutje of zo, heb ik de telefoon zelf naast zijn oor gehouden. En Lucas die stond er zo aan de andere kant bij van zo van met ons moet je niet fokken of zo. Omdat ik echt dacht van je moet totaal niet hebben dat uiteindelijk iemand anders met jouw telefoon er vandoor gaat. Want dat is echt heel erg drama. Dus gelukkig is Lucas, die heeft een goede conditie. Dus die haalt zo iemand altijd heel snel in. En ik hield hem gewoon goed stevig vast. Dus gelukkig kwam dat helemaal goed. Het is wel heel warm. We zitten nu aan de rand van de weg. Even pauzetje houden. Lucas komt helemaal daar ver aan.
En ik ben al een beetje moe, maar we zijn al vet over de helft. Al iets van 13 kilometer weg uit Arnhem, dus dat komt wel helemaal goed. En nu komt Lucas daar aanrennen, omdat hij even heel nodig naar een andere plek moest gaan. Daar is Lucas. Niet helemaal op deze kleur. Yes, we zijn nu op de Blond. Ik wist helemaal niet dat dit op de route zat, Lucas wel. Dus ik vind het een beetje strange. Maar ja, het ziet er grappig uit toch? En we zijn eindelijk in Millingen aan de Rijn, gemeente Bergendal. Maar dat is in Duitsland. Duitsland. Dus hier, Duitsland. Perfect. Hoe voel je je? Geweldig. Voel je dit als een overwinning? Ja. Zo, we zijn aangekomen in Duitsland en nu moet je met een mondkapje de winkel in. Jongens, dit is echt heel erg. Nu kan Lucky TV er eindelijk geen stomme dingen meer onder plakken. Ik ben helemaal fan van dit ding. Oh, superleuk. Als eerste weet ik niks. Ik dacht, lekker cool in de supermarkt. Ja, nee, dat viel zelfs mee. En ik weet niks wat het is aan de naam, omdat ik het Duits niet ken. Hier, jij mag je tas. Ik had van kijken. Zo, maar hij weegt in één keer wat. Ja. Ik heb erin gestopt. Yes! Duitsland, dames en heren. We staan hier bij de Mac, daar gaan we niet heen. We staan hier bij de Lidl, daar zijn we net geweest. Daar ben ik geweest. Lucas heeft lekker kunnen zitten en nu gaan we een bankje opzoeken. Want jullie horen me toch niet. En de allereerste nederlaag. Lucas' ketting is kapot. Lucas, je ketting is kapot. Ja. Echt? Hij is echt kapot. Is hij kapot? Hij is kapot. Wat is kapot? Niks. Oh, het was gewoon clickbait. Hoi, rustplek Duitsland, Lucas. Is dit genoeg? Ik denk het wel. Mooi. Het wordt wel een mooie vlog dan. Wat bedoel je met 14 fietsen? 10 kilometer. Yes. Hoe bedoel je? Een fiets van in ieder geval 14 kilometer. We stoppen we pas als we nog 10 of minder moeten. Yes, goed idee. Er is enkel één vraag nog te stellen. Hoe zal deze dag eindigen? Ja, de echte cola. Wat? Nee. Welke cola? Anders is het jammer dan. Yes. Knolpower. Hallo. Ik heb weer energie om te filmen. Hoe bedoel je, ik heb weer energie om te filmen? Ja, het is waar dat ik echt 2 uur lang niks gefilmd heb. Maar ja, ik heb een interessante vraag voor jou. Wie is jou? Stop. Dat was wel raar. De arme kijkers. Zeg maar even sorry tegen de kijkers. Nee, dat verdienen ze. Oké, wat is dus nu de situatie? We zijn dus aangekomen op de camping waar we een mailtje naar hadden gestuurd. Dat we zouden komen rond 7:30. Nou, we waren hier 7:55 of zo. Receptie, dicht. Hier een telefoonlijst met 4 telefoonnummers waarop je allemaal voicemail krijgt. Dus helemaal niet onhandig. Camping staat helemaal vol. Dus geen idee wat we moeten doen. Tenminste, nu hebben de ouders van Lucas met het idee gekomen om naar een andere camping te fietsen. Dat is hier 2-3 kilometer vandaan. We zijn net bij een andere camping hiervoor ook al geweest. Alleen die nemen alleen campers aan. En nu hopen we dat op de derde camping, want er zit een soort blok hier van campings, daar ook ons tentje wordt aangenomen. En dat we daar dan een nacht kunnen overnachten. En als dat niet kan, Lucas, wat dan? Wat was ons plan B? Geen idee. Helemaal niet. Dit zijn leuke kijkers. Oh ja. Jij kijkt waarschijnlijk zelf ook. Sorry mijzelf. Nou, heel leuk in ieder geval. We zijn er bijna. Dit is echt een goede vlog. En als we er zijn, dan zijn we er. En dan gaan we niet meer vloggen. En dan gaan we ook nog even vloggen. En dan gaan we 50 vragen met Lucas opnemen. Met deze vlog. Ja. Wil je hem niet naar de kijkers gooien? Jij had de hamer meegenomen, toch?
Haha, heel grappig. Je hoort gewoon een steen zitten. Je hart? Je hoort het gewoon. Ik voel het al. Het is basalt. Nee, toch graniet. Wel of niet? Grawel. We moeten de tent verplaatsen. Nee. Oh, ik neem bijna de tent. Hij zit al vast. Lucas. Nee. Je gaat wel een stuk makkelijker. Oké, prima, doe maar. We moeten de tent verplaatsen. Ja, wil je dat ik help of zo? Zal ik anders eens even helpen? Het diner is binnen. Oké, het is echt het meest random diner ooit. We hebben 2 stokbroden, een beetje vlees, chocomel, frozen yoghurt, ijskoffie. Wat is dit? Het zijn een soort appelvlapjes, ja. Okay. Dat is lekker hoor. Doe maar even een selfie momentje. Als hij mij prikt. Ja, jij doet niks terug. Dus jij moet even je krachten laten zien. Waarom zei je huh? Goedemorgen kijkers van Harm Frodo. Jullie zien het al, ik ben een beetje nog slaperig. Maar het is tijd voor het ontbijt. Hier zit Lucas al klaar. En we hebben weer een prachtig geïmproviseerd ontbijt. Met 2 broodjes, stokbrood, soort pennywafels en snoepjes en drinken. Dus het moet op zich goed komen. Tijd om afscheid te nemen. Afscheidtijd, afscheidtijd, afscheidtijd. Nog 110 kilometer te gaan. Klopt. Tot mijn stad Amersfoort. Haha. Hallo, mijn naam is Harme en welkom bij dag 2 in Duitsland. We zijn nog steeds in Duitsland, ergens midden op de straat. Dit is echt heel veilig, jongens. Zal ik hier gaan liggen? Er komt even iemand voorbij. Hallo. Even kijken, komen er geen auto's? Nee, er komen geen auto's. Plug even je Instagram. Lucas. Nee, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Waarom niet? Ik ben Lucas R. Wat is de achternaam? Dan kan ik eindelijk je achternaam een keer fatsoenlijk in de titel zetten. Ik heb van Thijs en Noah al toestemming. Iedereen die kijkt weet het al. Dus, je mag het vertellen. We moeten vertrekken. Oh, we spreken jullie later weer. Yes, next stop. I am here with Lucas, die zijn tas net helemaal gesloopt heeft. Dus, die is nu zijn tas aan het repareren. En ik sta hier, want hij staat midden op de weg en dat vind ik niet handig, maar hij wel. Yes, we zijn bij McCafé. Ik glimlach. Heel heet, maar wel heel lekker. Mm-hmm. Oh, jullie zijn er ook al. Hallo, we zijn bij McCafé met z'n 2. Lekker latte macchiato, latte karamel zelfs aan het drinken. En muffin aan het eten. Helemaal perfect. Hé Lucas? Fantastisch. Mooi. We're leaving McCafé. En we gaan weer verder naar Amersfoort. Nederland weer in. Jij gaat vloggen? Nee. Het is de laatste. Wat? Ja, dit is de laatste. Die is nog van gisteren. Dankjewel. Nederland weer in. Yes, next plek. We gaan door naar Arnhem. We zijn aangekomen in Arnhem voor de 2e keer de terugweg. Dus McDonald's voor de lunch. Zo, wij gaan weer onze eigen kant op. Superleuk. Next stop. We are in the middle of nowhere. Hier. Hier, 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 treintje erachter. Vet ziek. En we zijn bijna bij Ede, tussen Arnhem en Ede in een beetje. En we hebben even wat lekkers. En dan gaan we even kijken wat we allemaal kunnen doen. Yo, what up? We gaan er bijna weer vandoor. Naar de volgende. Dat is mijn 20% warning. Maar we gaan er bijna weer vandoor. Ik heb hier Lucas. Yes, yes. Je vertelt ook nooit iets op de vlog. Zeg eens even iets. Nou, we gaan nu richting Ede. Dat heb ik al gezegd. Oh. En Harm heeft het heel zwaar. Dat is niet zo. Ik niet. Ja, verder nog een shout-out doen naar iemand? Nee hoor, ook niet.
Dit is je kans. Voor die 50 kijkers. Oh, je filmt al? Ja. Wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers anders? Nou, we hebben nu de laatste tussenstop. En dan zijn we weer terug thuis. Ja, en de vlog afsluiten graag. Nu al? Ja. Hoor je dat niet thuis te doen? Nee. Oh, nou. Tot ziens, Frodo Vloggers. En je Instagram is? Ja, dat weet ik niet meer. Hoezo? Ik ben vergeten. Oh. Volg mij wel op @HarmenFrodo YouTube en op @HarmenFrodo Official. Ik wil heel famous worden en abonneer en like. Top. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Tot later. Ik zei Insta. Ik zei volg mij op Insta op @HarmenFrodo YouTube en op @HarmenFrodo Official. Nou, oké, doe maar. En volg Lucas op LucasRaus24. En... Oh, dat mocht ik helemaal niet zeggen. Je achternaam. Boeien. Top. Yes, eindelijk kan ik zijn achternaam in de vlogtitel zetten. Oh, nee. Nu, serieus. Dat zag er heel grappig uit. Als dit serieus gefilmd is, dan is het gewoon geweldig. Ook dat je met je arm zo staat. Ik pas met de camera gewoon erg slecht. Ja, dat je schaam altijd voor dit soort ongemak. Zei er iemand een Lucas Vaal compilatie? Iemand zei een Lucas Vaal compilatie? En Lucas die kan eigenlijk helemaal niks. Hij is ook zeker niet zo goed in fietsen. En ik vind hem eigenlijk ook niet zo aardig. Hey Lucas! Hey! Wil je even iets delen met de vlogkijkers? Nou, het is een makkie tot nu toe. Dat is een beetje een andere boodschap dan die ik net heb gegeven. Rusland, Duitsland, Polen, Bulgarije, België, Luxemburg. Weet jij er nog een paar? Spanje, Portugal? Italië. Nee, dat is corona. Dit is best eng. Lucas, kom ook liggen op de weg. Ja, ik